allemaal, ik ben Wendy en vandaag heb ik weer een nieuwe vlog voor jullie. En dit is best wel een speciale vlog, want wij gaan vandaag naar Londen. Wij gaan 4 dagen, want dat heb ik nog gekregen voor mijn examen, omdat ik vorig jaar geslaagd was. En ik ga samen met mijn moeder naar Londen. Het wordt super gezellig, ik ga heel veel dingen doen en ik ga jullie meenemen. Ja? Ja, we gaan naar Londen toe. Wat ga je allemaal doen daar? Heel veel, weet nog niet wat. Ja, we gaan allerlei dingen bekijken. Gaan we proberen. Nou, we zitten in het vliegtuig, een klein vliegtuigje. En we gaan. Hallo. 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 We gaan over die zee. Over de zee? Over Noord. Ja, oh, zo bedoel ik het liedje. En het is een mooi vliegtuig. We zijn nu in Notting Hill en daar heb je heel veel... Wat is dit? Muis op de muis. Oh, een muis. We gaan verder. We zijn nu in Notting Hill en hier heb je heel veel grote en witte dure huizen. En het is een beetje oud volgens mij ook. En ja, het ziet er wel leuk uit. Het weertje is ook lekker. We weten nog niet precies waar we heen gaan, maar we lopen gewoon een beetje en kijken. Jongens, is het ook rood, maar niet zo. Nee, het is een Engelse brievenbusposting. Een Engelse poes. Een zwarte kat. Zou Jamie zeggen, poes of vrouwtje? Ja. Ja, zijn nu even een marktje. Ja, allemaal als je vraagt.
zijn lekker door Notting Hill gelopen, langs een marktje. En ik heb ook nog dingen gekocht. Dat zal ik in het hotel laten zien. Nu zitten we hier in een klein parkje. Het is best wel gezellig, er zitten best wel veel mensen. Even een broodje te eten. En dan gaan we straks weer op zoek naar iets anders. We zitten nog in het parkje. En het is gewoon echt zo leuk om te zien dat iedereen hier gewoon het eten daar gaat kopen op het marktje. En dan gaan ze hier met z'n allen zo op eten op een grasveldje. Daar zit ook echt ineens een grote weg. Ik weet echt niet waar het naar toe leidt. En moeder is nog even dingen aan het uitzoeken in een boekje. En we zitten hier wel even lekker. Ja, ik vind het leuk. Vind jij het ook leuk, mam? Ik vind het heerlijk. Lekker warm zonnetje ook. We zitten nu voor de verandering eventjes in een bus. En we zijn onderweg naar de Bond Street, heet het toch? Ja. We zijn in Oxford Street. En daar gaan we hebben allemaal leuke winkels zien. We hebben Ben's Cookies ook gezien. En we gaan naar allerlei winkels bekijken. Leuke winkels. Als je nou nog zo klein was, had ik je dit jurkje aangezet. Nou, prachtig man. Echt een strikje. Wauw. We staan nu op het laatste station, maar het is echt een beetje gek of zo. Vertel maar man. Het lijkt wel vliegveld, want we moeten wachten tot waar het platform nou bekend wordt. Dus het lijkt een soort paardenwedstrijd rennen, dat het aan de beurt zijn. Maar er staan hier met superveel mensen, wacht, ik laat het zien. Het duurt nog eventjes. Ja. En ook hier in Engeland regent het, helaas. Straks in de regen even ons hotel gaan zoeken. Maar het komt goed. Ja, kom altijd goed. Gaan we hier linksom? Gaan we wel rechtsom? De goede woorden van mijn moeder. En het is hier de horror. Horror Oak Park heet het. Oh nee, horror. This train is the southern service to West Croydon, calling at Forest Hill, Sydenham, Penge West. Horror hoor, ja hoor, jongen. Horror Junction. Zo, lig je lekker? We zijn er eindelijk. Oh man. Dat was echt een heel goed doen. Een tour, 2 uur. Ja. Ik zal het uitdoen en dan ga ik het verhaal even vertellen. Nou, dit is de kamer. Een tafeltje, een bed. Volgens mij is die best wel lekker. En een bankje. Prachtig uitzicht, maar ja, daar gaat het hier niet om, hè. Het gaat dat we ergens kunnen verblijven en dat het lekker is. Want... Oh, lege bed lekker. Ja. Oké, ons verhaal. Nou, het eerste dagje in Londen was leuk, maar we hebben dingen meegemaakt. Toen zijn we nog naar Notting Hill geweest, hebben jullie gezien. Wat hebben we nog meer gedaan? We zijn nog naar een parkje geweest, een marktje. En een mooie huis Oxford, in Notting Hill. Ja, Notting Hill is echt heel mooi. Ja. En Oxford Street zijn we ook nog geweest. En Bond Street of Bond Street en hebben we Disney Store geweest. Ja, dat vond jij heel leuk. Dat was erg leuk. Sascha, die had ons winkeltje doorgegeven waar ze hele lekkere koekjes verkopen. Dat is Ben's Cookies. En die hebben we nog niet gegeten. Vanavond gaan we die proeven. Ja. Maar toen hadden we allemaal leuke dingen gedaan, wat jullie ook hebben gezien. En toen gingen we terug. Nou, ik heb dat niet meer gevlogd. Ik was er echt even helemaal klaar mee. En we zaten er helemaal doorheen. Ja, moe. Want we zijn natuurlijk al best wel vroeg op en we gingen laat slapen afgelopen nacht. We moesten de reis met de trein. Was een beetje heel vaag. Als eerst moesten we kijken op die borden. Nou ja, prima. We dachten dat we goed zaten. Zaten we op zich ook. Het duurde best wel lang. Ja. Toen kwamen we ergens. Nou, we gingen het station uit. Er kreeg iemand een epileptische aanval. Die lag op de grond. Ja, dat was een beetje eng. Het was echt alsof je niet meer in Londen was. Vervallen huizen. Leek wel een krotte wijk. Was best wel spannend. Mensen. Er kwam zo'n man naar me toe met een briefje. En ik zeg no. Komt hij nog meer naar me toe? Nou, ik liep gewoon weg. Ik vond het best wel eng, zeg maar. En toen hebben we aan heel veel mensen willen weggevraagd. Eentje door ons de ene kant op. De ander de andere kant. We zijn alle kanten op gegaan. Dat was heel gedoe. En op een gegeven moment toen... Hebben we de bus gepakt? Ja, de bus gepakt. Zodat we erin bleek het verkeerd te zijn. Moesten we weer overstappen. Toen hebben we maar gevraagd bij een van de film. Het was nog een ouderwetse filmwinkel. Waar ze films DVD's verkochten. Ja. Nou, die man was super aardig. Toen ging hij helemaal ons uitleggen. De weg helemaal tekenen voor ons en zo. Ja. En alleen toen kwam er ineens een man naar me toe. En die stak zijn arm naar me uit. Ik dacht dat hij iets in mijn tas wilde pakken. Ja. Kijk. Dat er zo'n grote zo'n grote slak op zijn arm. Met een huisje. Wat is dit? Nou, toen liep hij weg. Nou, ik was al helemaal klaar en was moe. En ik dacht, nee, we kunnen het niet vinden. Want we konden het echt nergens vinden. En ik denk dat we er misschien wel 2 uur over hebben gedaan. Ja, zeker. Minimaal. En toen hebben we het uiteindelijk gevonden. We hebben veel mensen gevraagd. Ik was heel blij toen ik het logo zag. Ja, ik dacht zo, het logo. Ja. Het was een bijzondere reis. Ja, maar wat de eerste indruk van Londen? Ik vond het leuk. Ik vond Notting Hill vooral heel mooi. Ja. Absoluut. Ja, we hebben ook nog leuke foto's gemaakt. Misschien komen die nu al in beeld of op Instagram. Volg mij even Mandy Kasberg als je dat leuk vindt. Nou, we gaan nog veel meer mooie dingen zien van de week. Ja. We leven. Het is net een speurtocht.
Ja, we hebben weer wat beleefd, joh. Ja, daarom. Mooie slakken van dromen vannacht. En een dode muis gezien. Nou, oh, dat was alles. Het ook nog inderdaad. Een dode muis ook nog, maar dat was vanochtend al. Ja. En ja, het was leuk. Ja, daarom. Dan gaan we even eten. Ja. Nou, we hebben hier dus cookie van Ben's Cookies. En we gaan het even proeven of het echt zo lekker is. Wij hebben dus degene met macadamia en witte chocola. Hij is... Volgens mij. Mm, hij is heerlijk. En een beetje gekeken wat we morgen misschien willen doen. Ja. En ik heb al een klein beetje per ongeluk het gordijn gesloopt. Oeps. Wij gaan voor nu slapen. Nou ja, bijna dan. Ik zou alvast zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Dat kan ik nu niet doen, maar doe dat wel eventjes. Vergeet niet te abonneren. En naar mijn volgende vlog te kijken. En tot de volgende keer. Doei! Blauw duimpje.